krampels. Ja, waterzaad. Die appeltaart. Ja, die appeltaart. En die bokkenpootjes, matte taartjes. Die Susan. Oh ja, alles is zo lekker hier. Oh, er staat een taart in dit horloge. Een grote, lekkere taart. Wat moet ik doen? Ik moet aan geld komen! Of een stingo. Ik moet jarig zijn! Of ik moet zorgen dat die juffrouw daar binnen? Daar binnen? Met die mooie rode lippen. Verliefd op mij wordt. Ik doe mijn ogen dicht. Ik doe mijn ogen dicht, druk mijn neus tegen het glas en prevel. Taart, grote lekkere taart, vlieg ongeschonden door het raam. Of moet ik zelf bakker worden? Banketbakker, deksel al! Goed idee. Zie wel dat de taarten lekker zijn. Lees me van Geert de Kokra. Een gedicht lezen is vertrekken. Aan een hoofdletter. En dan reizen tot aan de punt. En hopen dat je onderweg iets leuks tegenkomt. En aan het eind een mooi uitzicht hebt. Soms een inzicht.